kunt de gitaar op meerdere manieren vasthouden. Je kunt de gitaar op het rechterbeen leggen of op het linkerbeen. Ik begin nu eventjes met de gitaar op het rechterbeen zoals je ziet. De ronding onder de gitaar zet je op je rechterbeen. Zorg dat je met de binnenkant van de elleboog net iets over de bovenste ronding ligt. Dus net iets hier voorbij. Zet nu maar eens je duim op de zesde snaar, de wijsvinger op de derde snaar, de middelvinger op de tweede snaar en de ringvinger op de eerste snaar. De vingers hangen nu precies boven de snaren. Zorg wel dat je onder de pols wat ruimte hebt. Er moet een appel onder kunnen. Of een tennisbal. Of een appel. Geen bowlingbal of een skippybal, maar echt een tennisbal of een appel. De linkerhand, dan maak je een soort klauw van. Die gaat om de gitaar heen. En dan speel je met de eerste vinger, de wijsvinger, in het eerste vakje. Tweede vinger, de middelvinger in het tweede vakje. Ringvinger, de derde vinger in het derde vakje. De pink, de vierde vinger in het vierde vakje. Zo kun je zonder te kijken de goede vakjes vinden. In het begin is dat hartstikke moeilijk. Dus het zal nog wel even duren voordat dat zo makkelijk gaat. Maar als je goed oefent, dan gaat dat zeker lukken. Wanneer je de gitaar op het linkerbeen zet, zorg je dat het linkerbeen wat hoger komt te staan. Dat doe je met zo'n voetsteuntje. Die zet je dan op de grond, je voet erop, linkervoet. En dan wijst de gitaarhals schuin omhoog. Voor de rest is het bijna hetzelfde als bij de andere houding. Alleen met de rechter onderarm gaan we hier boven op de ronding van de gitaar. Dus eventjes hier, vanaf hier zo, een lijn doortrekken, onderarm erop. Dus niet, net als bij de vorige houding, iets deze kant op, maar precies erboven. Zet nu ook weer de duim op de zesde snaar, de wijsvinger op de derde snaar, de middelvinger op de tweede snaar en de ringvinger op de eerste snaar. En we kunnen weer, zonder te kijken, de snaren vinden. Bij de linkerhand maken we weer een klauw. Die gaat om de hals heen. En dan is het weer vakje 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Succes!